Er komt een vervolg van het Safe City-project, waarbij er nog meer camera's zullen worden geïnstalleerd op diverse wegen. De command center, van waaruit de camera's worden bediend, zal in staat zijn om op meerdere locaties beelden te analyseren. Voor het uitvoeren van Safe City 3 is er gisteren een implementatieovereenkomst getekend tussen Suriname en de Volksrepubliek China. De overeenkomst behelst een schenking van $15 miljoen voor de installatie van camera's in geheel Suriname, met uitzondering van het district Sipaliwini. Het Safe City 3-project is onderdeel van het China Aid Road Monitoring Project in Suriname. De Chinese ambassadeur Hang Ying zegt dat bij dit project de Chinese technologie gebruikt zal worden om de veiligheid in het land te bevorderen. China also attached great importance to this issue. In China, we have the experience and technologies to safeguard the people in the local community. We would like to share our experience and to introduce the advanced technology here to assist the Sudanese government. We believe this project will benefit the society, will benefit the people. Minister Kenneth Amoksi zegt dat de politie met het Safe City 3-project meer armslag krijgt in het opsporen van strafbare delicten. Dit project zijn hotspots geanalyseerd in alle districten. En bijvoorbeeld uitvalswegen waar we weten van zaken gebeuren vaker. Bepaalde illegale praktijken die op die locaties plaatsvinden. Dus al deze straten zijn in kaart gebracht. En het zijn op deze wegen dat die camera's geïnstalleerd zullen worden. U weet, al deze beelden worden verwerkt in de command center die we hebben. En dit zal ook het geval zijn met Safe City 3. Amoksi noemt de bijdrage van Safe City 1 en 2 enorm en zegt dat deze met Safe City 3 nog groter wordt. Hij meent dat met dit project de criminaliteit uitgebannen kan worden. Wel vraagt hij de samenwerking van de gemeenschap hierbij. Het ministerie wil ook de drempel tussen politie en samenleving wegnemen. Het streven is de dienstbaarheid naar de samenleving toe te verbeteren. De burger moet volgens de bewindsman met informatie naar de politie kunnen stappen.